De Tweede Wereldoorlog. Maak aantekeningen bij dit filmpje. Zorg dat je alles goed opschrijft. Na de Eerste Wereldoorlog waren er in Duitsland veel mensen ontevreden. Ze hadden de oorlog verloren en werden daar heel streng voor gestraft. Ze vonden het oneerlijk dat alleen Duitsland de schuld kreeg. Duitsland moest grote stukken land afstaan. Duitsland moest veel geld aan herstelbetalingen betalen en Duitsland mocht geen groot leger meer hebben. Duitsland was een arm land geworden met veel mensen die werkloos waren, die geen baan hadden. Hitler maakte gebruik van de ontevredenheid van de Duitsers en kreeg veel aanhang. Er waren veel mensen die hem steunden. Hij won de verkiezingen en werd in 1933 Rijkskanselier, dat is ongeveer hetzelfde als premier, net als in Nederland als Rutte. Toen de president in Duitsland een jaar later overleed, nam Hitler ook zijn functie over. Dat is een beetje hetzelfde als bij ons de koning. Hitler noemde zich daarna de leider van het Duitse volk in het Duits Führer. Hitler liet fabrieken bouwen en autowegen aanleggen. Dat zorgde voor veel werk, waardoor de werkloosheid verdween. Daarnaast bouwde hij aan een sterk leger, want hij was vast van plan om de schande van het verlies van de Eerste Wereldoorlog uit te wissen. Hij wilde de gebieden terugveroveren die ze hadden moeten afstaan en al het geld wat ze hadden moeten betalen, wilde hij ook weer terughalen uit de andere landen en hij wilde Duitsland heel groot maken. Luister bij het volgende stukje goed. Wanneer begint de Tweede Wereldoorlog en wanneer begint de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Schrijf dat op. In 1939 begint de Tweede Wereldoorlog als Duitsland Polen binnenvalt. Nederland is dan nog neutraal en denkt net als bij de Eerste Wereldoorlog buiten de oorlog te blijven. In Nederland begint de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940. Dan valt Duitsland Nederland binnen. 5 dagen lang zal er gevochten worden op meerdere plekken in Nederland. Op deze kaart zie je hoe de landen verdeeld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle blauwe landen, zoals Nederland en België, Frankrijk, Engeland, horen bij de geallieerden. Duitsland hoort bij de asmogendheden samen met de andere grijze landen. Gestreepte landen, landen die blauw en grijs zijn, horen aan het begin van de oorlog aan de ene kant en stappen later over naar de andere kant. Rusland is rood, Komintern, het is een communistisch land en is tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst samen gaan werken met Duitsland en later tegen Duitsland met de geallieerden. De witte landen zijn neutraal. Dat zijn er maar een paar, zoals Spanje, Portugal en Turkije. Maak een lijst van alle geallieerde landen en van de asmogendheden. De gestreepte landen hoef je niet in je lijst te noemen. Alleen de landen die helemaal blauw of helemaal grijs zijn. Pak een atlas erbij als je twijfelt over een land. Maak zometeen aantekeningen. Hoe lang vocht Nederland tegen de Duitsers? Nederland gaf zich over. Wat is een moeilijk woord voor je overgeven? Waar ging de koninklijke familie heen toen Duitsland Nederland aanviel? Schrijf dit zometeen op. Nederland wilde neutraal blijven, net als in de Eerste Wereldoorlog. Dan konden ze met alle landen handel blijven drijven en geld blijven verdienen. Maar Duitsland viel Nederland toch aan. Omdat de Duitsers naar Engeland wilden en via Nederland was dat de kortste weg. Het Nederlandse leger was klein, slecht bewapend
en had weinig geoefend. Het had ook weinig moderne wapens, zoals vliegtuigen en tanks. Toen de Duitsers Nederland aanvielen, is de koninklijke familie gelijk naar het buitenland gevlucht. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland en daar vandaan hield zij toespraken op de radio. Zo kon ze het Nederlands volk bemoedigend toespreken. Haar dochter, prinses Juliana, en haar man, prins Bernhard, werden met hun kinderen naar Canada gebracht. Heel ver weg en daardoor heel veilig. Prinses Juliana is eigenlijk de oma van koning Willem-Alexander. Schrijf zo meteen op, waarom gaf Nederland zich zo snel over? Al na 5 dagen vechten capituleerde Nederland. Nederland gaf zich over. Rotterdam was gebombardeerd en er was niets meer over van de hele stad. De Duitsers dreigden meer steden te bombarderen. Capituleren is je overgeven. Je geeft het land aan de vijand omdat je je niet goed kan verdedigen. Schrijf zo meteen op, waar zijn voedselbonnen, distributiebonnen voor? Begin van de oorlog dachten veel mensen dat het nog wel meeviel met de bezetting van de Duitsers. De Duitsers waren niet zo heel anders dan de Nederlanders, dachten ze, en je kon ze best een beetje verstaan. Dat zou best wel eens mee kunnen vallen. Een bezetting betekent dat andere mensen uit een ander land de baas over je land zijn. Maar langzaam werd het in Nederland steeds erger. De Duitsers gingen Joden vervolgen en deze afvoeren naar concentratiekampen. Alle huizen in hele wijken waar Joden woonden werden leeggehaald en ze werden in een trein gezet naar kampen in Duitsland. Later werden ook Nederlandse mannen afgevoerd. Die werden te werk gesteld in Duitsland. Ze moesten daar in fabrieken werken en bijvoorbeeld wapens voor de oorlog maken. Veel mannen wilden dat niet en probeerde onder te duiken. In Nederland kwam ondertussen steeds meer honger. Mensen hadden geen eten meer en geen kolen meer om het huis te verwarmen. Om het voedsel en de kolen eerlijk te verdelen, kon je geen voedsel meer kopen, maar kreeg iedereen distributiebonnen, waarmee eten en kolen en benzine en vet en gas allemaal konden worden opgehaald in een winkel. Er werd gekeken hoe groot een gezin was, hoeveel kinderen een gezin had en zoveel bonnen kreeg je. Zo kreeg iedereen evenveel en niet iemand die rijk was, al het eten en alle kolen. Distributiebonnen waren dus om het eerlijk te verdelen. Ondertussen ging de Holocaust verder. De Holocaust is het uitroeien van alle Joden, maar ook van alle Roma en Sinti. De nazi's wilden deze volkeren volledig uitroeien, zodat er niemand van over zou blijven. De nazi's probeerden zoveel mogelijk Joden naar concentratiekampen te brengen en ze daar te vermoorden. Hitler had een politieke partij, de NSDAP. Mensen die er lid van waren, werden nazi's genoemd. De nazi's gaven de Joden de schuld van alle ellende in de wereld. De armoede, de werkloosheid, alles was de schuld van de Joden en daarom moesten ze naar concentratiekampen. In treinen werden de Joden naar de kampen in Duitsland vervoerd. Veel Joden zijn hier omgekomen. Schrijf op je blad bij je aantekeningen wie gingen onderduiken en zou je zelf onderduikers helpen.
Joden moesten onderduiken om niet naar concentratiekampen gestuurd te worden. Niet alleen Joden, maar ook Roma en Sinti en homo's moesten onderduiken, omdat ook zij anders door de Duitsers naar concentratiekampen gestuurd werden. Voor veel mensen in Nederland was het een moeilijke keus. Hielp je een onderduiker met gevaar voor eigen leven of niet? Je wist, als de onderduiker geen onderduikadres had, zou hij naar een kamp gestuurd worden. Maar werd je betrapt met onderduikers, kreeg je meestal gelijk de doodstraf of werd je zelf naar een kamp gestuurd. Later in de oorlog moesten alle Nederlandse jongere mannen in Duitsland gaan werken in fabrieken. Zij moesten daar vaak helpen met het maken van wapens. Veel Nederlandse mannen wilden niet in Duitsland werken en zeker niet meewerken aan het maken van oorlogsmateriaal. Ook zij probeerden later onder te duiken. Een wereldberoemd meisje uit de Tweede Wereldoorlog is Anne Frank. Anne Frank en haar familie hebben lang ondergedoken gezeten in het achterhuis in Amsterdam. Anne Frank hield een dagboek bij en dit is na de oorlog als boek verschenen in de hele wereld. En hierdoor kent iedereen nog steeds het levensverhaal van Anne Frank. Anne Frank en haar familie hebben de oorlog niet overleefd. Ze zijn uiteindelijk verraden en naar een concentratiekamp gebracht en daar overleden. Schrijf in je aantekeningen, wat deed het verzet en wat was het belangrijkste werk van het verzet? Verzet in Nederland. Dappere mensen gingen in verzet tegen de Duitsers. Dat deden ze vaak stiekem. Ze maakten kranten om Nederland te informeren over de oorlog en de Duitsers. De informatie die je via de Duitsers hoorde was niet altijd eerlijk. Ook maakten ze vaak treinrilsen kapot. Dan konden de Duitsers geen Joden en andere mensen en spullen naar Duitsland brengen. Soms was er ook gewapend verzet. Dan werden verraders of hoge Duitse soldaten vermoord. Dit was heel gevaarlijk werk. Mensen in het verzet hielpen vooral de onderduikers. Ze gingen distributiebonnen vervalsen of stelen, zodat er voor de onderduikers ook eten gehaald kon worden. Mensen die onderduikers in huis hadden, kregen natuurlijk geen bonnen om voedsel voor deze mensen te halen, dus dat werd door mensen uit het verzet geregeld. Ook zochten mensen in het verzet onderduikadressen en hielpen de mensen om naar de onderduikadressen toe te komen. Soms werd het op een bepaalde plek gevaarlijk en moesten mensen weer worden verplaatst. Mensen uit het verzet hadden soms zelf ook onderduikadressen nodig als ze waren verraden. Einde van de les. Kijk of je aantekeningen volledig zijn, anders kun je het filmpje altijd nog een keer bekijken.